Het ministerie van Defensie heeft vandaag 203 militairen bevorderd in een naast hogere rang. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie typeert dit als een welverdiend gebaar vanuit de organisatie om de mannen nieuwe distinctieven op te spelden. Volgens de bewindsvrouw hebben de manschappen de afgelopen maanden getoond wat zij allemaal in staat zijn, ondanks de vele tegenslagen. U laat zien dat de crisis, de tegenslagen, u niet definieert. Niet bepaalt wie u bent en wie u wordt. U laat zien dat u veerkracht heeft. U laat zien dat u geen slachtoffer wordt van omstandigheden. Maar u laat zien dat u strijder bent, dat u strijder blijft, ja, en zal blijven strijden voor land en volk. Wat er ook gebeurt, dat u zal blijven strijden en uw plicht en verantwoordelijkheid, uw plicht vervullen en verantwoordelijkheid nemen om de Surinaamse samenleving, om Suriname te blijven beschermen en al degenen die hulp en ondersteuning nodig hebben, dat u dat blijft doen. Mathura zei ook dat de manschappen zich de afgelopen periode bijzonder hebben ingezet op alle vlakken. Legerbevelhebber Werner Kiu Asen is getuige geweest van de vele opofferingen, vastberadenheid en inzet van de manschappen die zijn bevorderd. Samen met de overige veiligheidsentiteiten zoals DNV en KPS zullen wij blijven werken aan veiligheid. Want zonder veiligheid is er geen ontwikkeling. In het kader zullen de veiligheidsoperaties aan de grenzen en over ons hele territorium voortzetten. Dit zullen wij zelfstandig doen of gezamenlijk met de overige veiligheidsentiteiten. En om dit te garanderen hebben wij onze standvastige en vastberaden mannen en vrouwen nodig. En net hoe u allen zich inzet voor land en volk, zo zal vanuit de leiding er alles aan worden gedaan dat u als onderhebbende niets ontbreekt. Als het gaat om uw rechtspositie, het is onze taak om ervoor te zorgen dat het op tijd in orde is. Als het gaat om een goede werkomstandigheid, de komende periode moeten er enkele renovaties plaatsvinden. Het vergt nog geduld en begrip. De legerbaas heeft zijn manschappen gevraagd om wat geduld bij de voorziening in betere uitrusting. Hij verzekerde de militairen dat de leiding haar plicht zal vervullen zoals dat in de grondwet vervat is.